Welkom in Kitty's Keuken. Ik ga jullie deze keer weer mee over de grenzen nemen en wel naar mijn favoriete vakantieland, Italië, want ik ga een pasta maken. Koelverse spaghetti en daarbij courgette spaghetti. En hoe je dat doet, dat ga ik direct laten zien. Wat heb je allemaal nodig? Nou, in ieder geval dus de koelverse spaghetti. Champignons heb ik gesneden. De uitjes en de knoflook zijn gesneden. Ik doe er ook wat in vieren gesneden tomaatjes bij. De saus is kookroom met pesto. Bakje pesto erbij. En de parmezaanse kaas staat onder het mooie vrouwtje, want die heb ik natuurlijk al geraspt. Inmiddels staat het water voor de pasta op. En die ga ik dus direct koken. Terwijl de pasta staat te koken, ga ik jullie even laten zien hoe je spaghetti maakt van een courgette. Ik denk dat het ook met een kaasschaaf gaat en dat je het dan nog even in smalle reepjes doet. Maar ik doe het met dit apparaatje. De pasta is inmiddels gekookt. Tijd voor de saus. Ik heb olijfolie in de pan gedaan. Ik ga daar de uitjes en de knoflook even in bakken. Lekkere basis voor deze saus. Trouwens, ik heb dus ook inmiddels dus de courgette in spaghetti veranderd. Ziet er heel erg leuk uit. Gaat straks door de pasta heen. Qua kleur leuk en de smaak is ook samen prima. Champignons, kastanje champignons, die vind ik het lekkerste. Die gaan erbij. Die bakken we even lekker mee. Beetje peper uit de molen, want zout gebruik ik niet. Inmiddels zijn de champignons en de uien zijn klaar. Ik doe er ook nog een bakje bokgarnalen bij, die ik gehalveerd heb, omdat ze nogal groot zijn. Die bok ik even mee. Maar zoals altijd ruikt het alweer heerlijk. Doe er de kookroom bij. Om een lekkere saus te maken. Dat moet natuurlijk wel eventjes pruttelen. Ik zet mijn plaat even iets hoger. Als het begint te pruttelen, dan doe ik er een pesto bij. Pesto, dat bestaat uit basilicum en pijnboom, pitten en kaas. Dat wordt samen een heerlijke saus. Je kan er natuurlijk zoveel in doen als je zelf wil. De een vindt het met meer lekker en de ander met minder. Ik vind het altijd wel lekker om een flink sausje erbij te hebben. Doe er ook nog wat pesto bij. Dan gaan er nog wat blaadjes spinazie, verse spinazie, baby spinazie bij. Dan heb ik natuurlijk nog de tomaatjes staan. Ja, en dat geeft natuurlijk ook weer wat leuke kleur eraan. Die doe ik er ook bij. Dan laat ik de saus nog even de saus. En ga ik intussen even de spaghetti afgieten. De pasta heb ik inmiddels afgegoten. Ik ga er nu de courgette bij doen.
Gaat er meteen heel anders uitzien. Die vermeng ik er heel voorzichtig doorheen. Zo wordt het ook een beetje warm. Kan misschien best met twee vorken. Inmiddels heb ik de courgette door de pasta gedaan. En die kan je natuurlijk in de pan gewoon apart laten, wat ik doe. Maar je kan hem ook in de pan bij de saus doen. Dat ga ik dus niet doen. Tijd om een bordje op te maken. Dus ik neem wat pasta op het bordje. De saus gaat erbij. En zo ziet mijn pasta eruit. Eet smakelijk!